Het Artiestencafé, met muziek en informatie. Hier is uw presentator, Hans Vrielink. Hartelijk welkom in het Artiestencafé. Weer een bijzondere uitzending met muzikanten aan tafel. Nou, één programmeur en dat is Paul Smits. En we hebben ooit al eerder in de uitzending gehad in het Artiestencafé. Dat was destijds nog in het Voskind, 's-Hertogenbosch en nu in Bokhoven. Nogmaals samen met Kim de Beer onder de naam Nieuw Eden, Roomse Stap en Kim de Beer. Met Paul praten we over het programmeren van muziek. Want als we het hebben over een programmeur in 's-Hertogenbosch, Paul, dan ben jij volgens mij de programmeur. Want dat doe je. Hoe lang doe je dit al, dat werk? Het programmeren van muziek op podia in 's-Hertogenbosch? Een jaar of 30. Het is een hele staat van dienst. 83, zoiets, ja. 83 ben je begonnen. Nu sta je voor het programmeren van de Blue Room Sessions in de Verkadefabriek. Maar je gaf al even aan, 30 jaar programmeren. Als we praten over de muziek in 's-Hertogenbosch, hè, vind je Den Bosch, dat moet jij dan kunnen weten, echt een muziekstad? Ja, bedoel je vanuit de artiesten gezien? Want vanuit de artiesten gezien, ja. Er wordt wel veel muziek gemaakt, maar naar al betreft hebben we geen grote namen meer gekend. Nee. Dat, dus wat, als zal, je, wat toeval zal zijn, maar het is wel gewoon zo. Dus als je op zoek naar moet gaan in 's-Hertogenbosch naar muzikanten, dan kom je niet verder als Albert West? Nou, een grote naam. Een grote naam, oké. Okay. Ja. Nee, er zijn zat leuke bandjes. Ja, want vroeger hadden we, als we het hebben over muziekstad, vroeger hadden we ook een evenement, hè, Den Bosch vol muziek. Kun je dat nog een beetje herinneren of niet? Dat was in ieder geval voor de tijd dat ik iets deed. En ik kan me wel herinneren met veel amusementsorkesten op alle hoeken van de straat in Den Bosch. Dat waren de amateursbands die toen geprogrammeerd. Nou, die waren toen wel prof hoor. Die verdienden hun geld met top 40 muziek spelen. Ja, het was in de jaren 70. Ja. In de jaren 80, toen kwam jij om de hoek kijken. Je bent ingezet om podia te vullen in 's-Hertogenbosch, om te programmeren. Wat heb je daarmee? Wat is jouw drive om zo'n podium dan te vullen met de beste artiesten? Ja, nou, ik ben een mislukte muzikant, dus... Vertel, leg eens even uit. Ik drumde vroeger, ik vond het niet goed genoeg. Oké, waar heb je gedrumd? Gewoon in een bos in bandjes. Ja, welke, wat noemen ze een bandje? Ik heb met mensen gespeeld als Wim Hartjes, Jan Segers. Nou ja, dat zijn toch wel namen die het naam hebben gemaakt ja, in de jaren 60. Frank Lunaar en zo. Okay. Maar ik was best slecht, dus daar was ik snel van genezen. Dus je bent ontslagen in die band? Dat niet. Ja, nog als je het hebt Noord-Zuid Festival. Ja, als je het hebt over popwerk, want dat was al een heel groot festival op de markt. Hè, dat was zo populair dat zelfs de VARA Radio daar verslag deed en dat het landelijk te zien en te horen was. Hoe kijk je daarop terug aan zo'n organisatie als Popwerk? Nou, dat was leuk. Ja, wat was het bijzondere aan dat Popwerk? Nou, toen waren er nog niet zoveel festivals in Nederland. Dus ik denk het gemiddelde kleine dorp wat nu een feestje organiseert, doet grotere dingen als wij toen deden. Maar ja, Jan Smeets komt elk jaar netjes naar Popwerk kijken. Ja, dat zou nou niet meer voorstelbaar zijn. Nee. Welke grote naam heb je neergezet op die Wij hebben heel lang hebben wij de naam gehad van het grootste festival in Nederland met alleen maar Nederlandse artiesten. En dat is pas eigenlijk in de 90e jaren veranderd. De laatste jaren van het festival. Maar voor die tijd was het gewoon de toen bekende bands. Dus De Dijk, De Nits, Urban Dance Squad, Fatal Flowers, dat soort bands. Ja. Je bent 20 jaar ben je directeur geweest van de W2. Je hebt dat in mijn idee ook een beetje opgezet, ja, die W2. Uitgegroeid door tot een echte concertzaal. Hè. Vroeger heette het nog de W2 Concertzaal. Ja. Nu is het meer poppodium. In Tilburg heb je 013. Vind je dat je het zo klaargestoomd hebt dat het gelijk staat aan het succes wat 013 heeft? Of is W2 net zo succesvol? Maar dat is ook nooit de bedoeling geweest. Nee?
Nee, nee, elke stad heeft zijn eigen volume. En de MOS moet dan ook inzien dat het kleiner is als Eindhoven of Tilburg. En 5013 in Brabant, dat zou ook veel te veel zijn. De MOS heeft zich altijd kunnen ontplooien als een ontdekkerstad als het gaat om muziek. Dus de W2 had een goede naam in Nederland als het ging om de nog te ontdekken bandjes. Ja. Ik werd vaak in één adem genoemd met Vera in Groningen. Dus binnen de popscene, zeg maar, waren er veel bands die eerst in de MOS kwamen, Amerikaanse bandjes en zo. Hmm. En pas later, als het aansloeg, naar de grotere zalen. Dus je hebt gewoon je eigen positie in die wereld. Dat er klein is, dat is dan niet minder, zeg maar. Nee. Ben je tevreden over wat je hebt neergezet daar in de W2? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Wat zijn de zaken die jij bewerkstelligd hebt daar in de W2 die nog steeds een succes zijn? Nou, achteraf zijn het andere dingen als op het moment dat ik er werkte. Achteraf ben ik eigenlijk het meest tevreden over het sociale deel van de hele tent. We hebben heel veel mensen opgeleid in geluid, licht. Ja, dus heel veel mensen zijn doorgestroomd, ook in horeca. Bij ons was iedereen vrijwilliger. En de talenten, zeg maar, die stromen door naar de reguliere arbeidsmarkt. En dat is eigenlijk best een... We hadden beter daar subsidie op kunnen krijgen dan op de muziek, denk ik. Ja, okay. Maar goed dat het toch gelukt is allemaal. Ja, ja. Ja. Maar verder heeft we hebben heel veel leuke bands gehad. Ook bands die later beroemd zijn, als Fade No More en zo. Je bent nu verantwoordelijk voor het programmeren van de Blue Room Sessions. Hoe is dat plan ontstaan? Nou, vanaf het begin in de W2 hebben we veel singer-songwriters gedaan. Onder andere, wat nou wel gezien wordt als de godvader van de singer-songwriters, Townsend Zendt een aantal keer. En het nadeel in de W2 was dat het wel een rockclub was, dus dat het cel stil genoeg was. Daar hebben we vaak proberen iets aan te doen, onder andere het oprichten van de Shut Up Club. Maar het bleef toch gewoon een moeilijke zaak om in een rockclub verstilling te krijgen. Toen ik een jaar of 7 geleden werd gevraagd om directeur te worden van een theater in Heerlen, dat 2 keer failliet was gegaan. Was daar een theater foyer café. En toen dacht ik, ja, dat is wel de ideale plek. Dus daar ben ik er weer mee verder gegaan. Met wekelijkse Amerikanen, Canadezen, Australiërs. Dus waar haal je die artiesten allemaal vandaan dan? Die uit Amerika? Die toeren gewoon door Europa. Ah, okay. En op het moment dat ze een nieuwe cd uit is, dan lees je erover. En mensen zoals ik zijn er meerdere in Nederland. Dus dat is een clubje, die bellen elkaar en dan... Ontstaat er het idee van nou Nederland in week 17 en dan... En daar plek je dat gewoon in. Ken jij, Roland, ken jij de Blue Room Sessions of niet? Ja, ik ken ze goed. Ja? Ja, ik ben er ook al een paar keer geweest. Ja. Oh, dat zou ook wel iets voor jullie zijn om daar dan weer op te treden, of niet? Dat zou prima passen. Nou, de juiste man zit nu aan tafel, dus... Ja, komt wel niet uit Amerika, maar dat maakt toch niet uit, wel? Nou ja, het is wel... Het is wel streng, hoor. Ja. Nee, er is geen... niet het idee dat Nederlandse artiesten niet goed zouden zijn, maar... Ik vind het op zich wel heel erg aardig om gebruik te kunnen maken van de gelegenheid dat een Amerikaan toert en die anders niet te zien is in Den Bosch. En er zijn ook reguliere podia die ook bands uit deze omgeving doen. En ik specialiseer me een beetje in wat toevallig langskomt. Ja. En daar is zo'n groot aanbod met ook zoveel kwaliteit en verscheidenheid. Ja, dat ik denk niet meer dan een keer 4, 5, 6 per jaar een Nederlandse artiest heb. Plus dat het bij mij wel speelt dat ik... Probeer niet elk jaar hetzelfde rijtje af te draaien, zeg maar. Dus de vernieuwing in de MOS is nou niet zo groot dat je daar eindeloos op door kunt gaan. Maar het is helemaal geen principiële kwestie. Ik vind het alleen heel leuk om de goede dingen eruit te kiezen. En dat buitenlandse aanbod is best groot. Ja, goed, ook een uitdaging. En er wordt bij mij niet veel verdiend, hoor. Ik denk dat veel Nederlandse artiesten daar niet voor gaan komen. Dus je komt ook voor een paar honderd euro? Of misschien wel voor één consumptie. Dat kan nou, de tijd van muzikant en consumptiebon is een beetje voorbij. Nee, bij mij verdienen ze wel gewoon een dagsalaris waar ze mee kunnen toeren. Maar dat is heel minimaal. Dat is heel minimaal, anders krijg je het ook niet voor Ik had een zaal met 40 capaciteit, dat is heel klein. Nu is het een zaal van 100 capaciteit. Ja, meer als wat daar aan geld binnenkomt. Ik doe het op eigen risico, krijg van de verkade alle medewerking, techniek en zo. En ik betaal de artiesten uit de entree van die avond. Precies. Dus daar zijn geen grootste bedragen. Nee. We gaan even kijken naar een artiest die opgetreden heeft in de Blue Room Sessions. Want alle artiesten die daar geweest zijn, die zijn ook te zien. Hè? Heb je een website waar ze de opnames terug kunnen zien? Ja, bluroomsessions.nl. Daar zit een link naar het videodeel.
Alle concerten worden met 3 of 4 camera's geregistreerd. En er wordt hard gewerkt aan een goed geluid, zeg maar, vanuit de mixer en vanuit een microfoon die erbij staat. Het is ook een beetje een service die we aan die artiesten willen geven, omdat er veel slechte opnames op YouTube circuleren. Dus, ik betaal niet veel, maar ik wil wel erg mijn best precies, doen om een goed gastheer te zijn. Je wilt iets terug doen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, we gaan even kijken naar Doug McLeod met nummer dat heet Some Old Blues Song. En die heeft opgetreden in de Verkadefabriek. En we gaan gewoon even kijken naar Doug McLeod. Het Artiestencafé. When I wake up in the morning, got me feeling, you know, there's something maybe wrong. I wanna hear me some down home music. I'd like to hear some old blues song. 'Cause this old world, sometimes she troubled. People try so hard just to get along. But it make me sad. And it make me wonder. I'd like to hear some old blues song. It ain't nothing but the blues. And so damn much that the blues. Nou, geweldig deze Doug McLeod. Wanneer wordt het meestal georganiseerd? Twee keer in de maand. De eerste en de derde dinsdag van de maand. Oké. Okay. Wat vond je ervan van deze Doug McLeod? Goed? Dat is echt een topartiest, ja. Ja. Ja, ja, geweldig. Het leuke is, Hans, dat ik zeg maar hetzelfde concept in Paradox in Tilburg hanteer. Dus daar hebben we de Chapel Folk sessies en dat is eigenlijk hetzelfde idee. Dus, dat gaat ook op, maar dan, welke artiesten haal jij dan binnen daar? Nou, eigenlijk, ik heb het lijstje eens bekeken, maar er zijn er al een aantal die ook bij hun gespeeld hebben. En dan in diezelfde tour, dus ook Tilburg langs. En dus Koegen, onder andere. Ja, ja, en ja. Koegen. En er is een roots label in Nederland, Continental Records, van Bert Pijpers. En dat is, die heeft heel veel Amerikanen die Europa toeren. En, oh, leuk. En er is ook een Amerikanen gericht label, dus ja, veel precies, artiesten die ook bij mij passen. Ja. Nou, zo gaat het toch over en weer, ongeveer hetzelfde verhaal. Ook, je bent niet in die zin ben je nieuw, Roland, want je bent al eerder in het programma geweest. Ja. We kennen de vele hits van jou, helemaal niets. Welke andere nog meer? Ja, Zij is een wonder, alleen walsen met jou. Ga zo maar door. Het zijn nooit echt hele grote hits geweest, nee. Maar... Ik heb altijd wel mee mogen doen. Ja. Ja. Je zit hier aan tafel omdat je de Eden band eigenlijk vernieuwd is. Je hebt een nieuw Eden. Leg even uit wat het oude was en wat nu het nieuwe is. We hebben een band die heet Eden. Dat is eigenlijk een soort project waarmee we cd's maken. En dat is in het idioom van Keltische muziek. Een beetje folkrockachtig. Hebben een eerste cd in eigen beheer gemaakt. Daar zijn we gaan toeren met min of meer dezelfde mensen als die ook op de cd speelden. Toen hebben we een tweede cd gemaakt. Dat was meer een concept van een zangeres en van mij. En dan was ik de producer die de liedjes schreef. En zij was degene die vertelde wat de achtergrond van de liedjes moest zijn. Daar hebben we... eigenlijk toentertijd een live band omheen geformeerd. Het was meer op basis, op projectbasis. He, dus we konden kiezen uit een paar mensen die eigenlijk konden. En dan speelden die wat daarmee en die wat daarmee. Dus we hadden nooit echt een vaste band. Maar we hadden die zangeres en we hadden zeg maar mij als backup en ook zanger. Maakten we dus wat breder dan alleen dat Keltische. Dus we gingen ook in... Rebetica, dus echt Europese folk. Dus we noemden Eurofolk. Eurofolkband Eden. Hè, dus er mochten geen Blue Notes gespeeld worden, hè, die zo eigen zijn aan Amerikanen en blues. Dat,
dat was gewoon niet de bedoeling. Nee. Dus, maar helemaal anders als het nummer bijvoorbeeld wat we van jou kennen, helemaal niets. Ja, dus ja, dus ja, ja. Er zijn twee aparte werelden. Toch wel even leuk nog eventjes terug te blikken op die, ja, moet ik toch wel zeggen, van die grote hit van jou, waar ze jou van kennen. Dus we gaan gewoon eventjes kijken naar Roland Verstappen. Je hebt een Kim de Beer zit naast je. Het is wel leuk als je gewoon met viool eventjes mee gaat spelen. Ik ga het gewoon doen. Ja, het staat in D, Kim. Het staat in D. Maar okay. Het is nog nooit, je hebt samen dat nummer nog nooit gespeeld. Dus voor de eerste keer. Oké. Nee, okay. We gaan het gewoon doen. Het is eigenlijk, en als je het hoort, dan denk je van ja, maar het is eigenlijk gewoon een folkliedje dus. Ja, we gaan even luisteren en kijken naar helemaal niets. Hier is Roland Verstappen en op viool Kim de Beer. Het artiestencafé. Waar is een hart zonder liefde? Waar is een ring zonder trouw? Waar is een park zonder bank? En waar ben ik hè? Zonder jou? Helemaal niet. Helemaal niets. Helemaal niets. Maar dan ook helemaal niets. Wat is een kroeg zonder sigaretje? Wat is een leraar zonder gezwam? En wat is Geert Wilders zonder? Wat is ons pa nou? Oh, zonder ons man. Helemaal niets. Helemaal niets. Helemaal niets. Helemaal niets. Helemaal niets. Helemaal niets. Maar dan ook helemaal niets. Helemaal niets. Helemaal niets. Café. Ja. Het blijft gewoon mooi, Roland. Volgens mij moet je het iedere keer weer spelen, hè, of niet? Ja, maar het verveelt eigenlijk nooit. En waarom? Het is een heel erg publieksliedje. Dus ik ga er eigenlijk elke keer anders mee om. Ik heb van het weekend nog in Goorlen gestaan op een groot plein. En ben ik voor op het podium gestaan voor beide microfoons. En heb ik het over de mensen heen geschreeuwd. Die uiteindelijk dan mee gaan zingen, want dat is de bedoeling. En dan is de uitdaging van, kunnen jullie harder dan ik? En dan, ja. Dus ja, het is een liedje om mee te spelen. Ja, nou, gezellig. Twee albums, je zei het al eventjes, hè? Het album, ja. Race of Yellow Sun, dat is deze. Leg even uit, hoe mooi is dit, wat is bijzonder aan dit album? Nou, ja, het feit dat Karen het zingt is sowieso al bijzonder. En het is een cd die heb ik gemaakt in de echte traditie van de Engelse folkrock. Dus Fairport Convention en allemaal bands uit de 70e jaren. Clannad, dan krijg je dat soort bands. Maar het zijn wel allemaal eigen liedjes. Dus okay. er zit één traditional op. Die we helemaal bewerkt hebben op een eigen manier. Dus het heeft toch iets heel eigens. En in Engeland vonden ze dat erg leuk.
Ja. Daarna werd er al meteen een volgende album uitgebracht. De mensen van Gare du Nord. Als ik Gare du Nord, dan denk ik aan Ferdy Lancet. Ja, dat klopt. Die heeft dan ook hieraan meegewerkt aan het prachtige album. Ja, ja, Ferdy is een hele goede vriend van mij. Die heeft ooit helemaal niets geschreven voor mij, voor het eerste album. En samen met Peter Koelewijn geproduceerd. Dus ik ken Ferdy echt al. Hè. We zijn echt al maten van vroeger. En op een gegeven moment heb ik gevraagd aan hem om het album af te werken. Daar heeft hij toen meteen doorgespeeld naar Arthur Antoine van Gare du Nord. En hij was een soort supervisor en Arthur is dan de technicus. En die hebben op een heel smaakvolle manier, omdat ik namelijk alles zelf opgenomen had en met mensen en geproduceerd. En toen heb ik twee frisse oren gewoon naar het album laten luisteren van wat zouden jullie er nou mee doen in de mix? En dat is dus wanneer zet je welk instrument op welke plek? En toen zijn er heel verrassende dingen gebeurd. Okay. Ik ben heel benieuwd, want nu in de nieuwe bezetting met z'n tweeën ga je toch een nummer van dat album gaan je brengen. Het album heet The Road. Hoe heet het nummer wat je nu gaat vertolken hier? Keeper of the Flames. We gaan even kijken naar Keeper of the Flames. Hier is New Eden. Het Artiestencafé. And a beating of a rock with a belt and fire burning. I'm heating up the dance in the magic of the morning and the coming of the sun. We celebrate our dawning, this pageant that begun. And we dance, dance, dance into the light. I must keep the fire burning for the come out of the night. And we dance, dance, dance away our pain. Keep a belt and fire burning, I'm a keeper. Keeper of the flame. When our voices take up singing and our hearts recall the song that was hidden in the darkness of despair for far too long, we strive and bless our future and we made out on the land the blessed fields and harvest that's come out of our hands. And we dance, dance, dance into the light. We must keep the fire burning for the come out of the night. And we dance, dance, dance away our pain. Keep our belt and fire burning, I'm a keeper. Keeper of the flame. Into the fire and we burn up all our strife. We feast upon this offering, the flowering of life. We got our fire burning and the keeper of the flames will stoke up all our yearning to be all as one again. And we dance, dance, dance into the light. We must keep the fire burning for to come out of the night. We dance, dance, dance away our pain. Keep our belt and fire burning, I'm a keeper. And we dance, dance, dance into the light. I must keep the fire burning for to come out of the night. We dance, dance, dance away our pain. Keep our belt and fire burning, I'm a keeper. Keeper of the flame. Mark Straven zit er niet bij, maar valt wel onder New Eden, geloof ik. Ja, waar doet hij in de band?
Mark is zanger-gitarist. Hij doet elektrische gitaren. En hij zingt fantastisch. Bijna een bereik van 4 octaven, die jongen. En, hij speelt onder andere met James Burton, als hij naar Nederland komt. Dan speelt Kim ook mee in de band. Oh. En James Burton is de oude gitarist van Elvis en Emmylou Harris en Linda Ronstadt. En weet je wel, dat is echt een absolute grootheid. En die, ja. Als hij naar Europa komt, dan wil hij altijd met Mufkin Tear spelen. Dat is de band van Mark en Kim. En hij heeft ooit over Mark gezegd, er zijn 2 mensen die Crying kunnen zingen. Dat is Roy Orbison en Mark Schraven. Stond in Music Maker. Dus, Oké, heel bijzonder. Zei. Maar Kim, ja, als we het hebben over bekendheden uit Nederland, dan heb je ook viool gespeeld voor Miss Montreal. Hè? Ja, ik heb op een van haar plaatsen heb ik mogen inspelen. En wel ze gespeeld met Stevie Ann en ja... Voor mij is het echt gewoon mijn fulltime beroep. Dus het is een heel breed scala van muziek wat ik doe. En, dus je komt heel veel Nederlandse artiesten ook met begeleiding natuurlijk kom je tegen. Dat heb ik wel een hoop inmiddels gezien, ja. Ja, Symfonica en Rosso heb je ook gedaan. Ja, precies. Dus wat dat betreft hebben we wel kwaliteit aan tafel, toch? Ja, moet ik zeggen. Ja, ik ben ook trots op dat ik dat mag spelen. Ja. Leuk dat New Eden dat gaat in ieder geval zo succesvol gaat worden. Jullie gaan nog 1 nummer gaan jullie nog brengen. Doen we er nog 2? Maar kan dat of niet? Even kijken. We hebben hier 2 nummers: The Well of The Cues. Ja. Is dat ook van het album? Is van het eerste album. Van The Well of All Cures is een heel spiritueel lied over genezende kracht van sommige plekken op aarde. Oké. Nou, doen we aansluitend dan ook nog het laatste nummer en dat heet The Fight of Love. Ja, dat is weer een heel ander. En dus we gaan gewoon even kijken naar 2 nummers van deze New Eden.
buurt. Dat viel niet tegen, Kim. Ja, ik vond dat spannend hoor. Kinderzangdebuut. My heart is on the washing line, hanging to dry for all to see. It's been two dark and mournful years, but now it smells sweet liberty. At last, after a long hard fight, this bleeding heart will bleed no more. She's made my life a hell on earth, so now blood and gore. Sharpen my knives and load my guns, I'm on the battleground of love. I wet my blade, build barricades, and fearlessly fight the fight of love. So beautiful beyond compare, her piercing eyes give you a shock. But character-wise, she's based on greed, her whole facade is solid rock. Sharpen my knives and load my guns, I'm on the battleground of love. The fight of love. Of love, take your time and think twice before you know your bleeding heart, and that's a pretty heavy price. Sharpen my knives and load my guns, I'm on the battleground of love. When my blades build barricades, fearlessly fight. Sharpen my knives and load my guns, I'm on the battleground of love. I wet my blades, build barricades, and fearlessly fight. Oh, sharpen my knives and load my guns, I'm on the battleground of love. Fight of love. Hey! Het Artiestencafé. Ja. Fantastisch, deze New Eden. Heb je nog een website waar ze jullie kunnen volgen? Die komt er weer aan, die is uit de lucht geweest, zeg maar, zeg je daar zo met een website? Maar in ieder geval, het is www.eden met E-A-D-E-N.eu. Oké, okay. Dit was het Artiestencafé. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Hoi.